Dames en heren, welkom bij een serie waar jullie heel erg graag naar kijken en ik ook heel graag presenteer en speel. Dit is namelijk No Limits 2. We gaan 3 achtbanen bestrijden en ik kan jullie alvast aankondigen dat ik ook binnenkort een eigen achtbaan ga maken. Dus hou de serie in de gaten. Ik ga zeker weer een keer een achtbaan maken, want niet elke keer of elke keer een achtbaan bestrijden is leuk. Maar het is natuurlijk ook leuk als we ons eigen werk gaan proberen en misschien kunnen we je ermee helpen om ook een achtbaan te bouwen. Want Tim van Disneycraft gaat ons daarmee helpen. De eerste achtbaan is ingezonden, is Iron Man The Ride. En volgens mij is die van Stef, maar dat weet ik niet zeker. En anders hoor ik het wel in de comments van wie die was. Maar we gaan, deze is echt helemaal vers opgestuurd, Iron Man The Ride. En bij Iron Man denk ik aan een afschiet achtbaan, dus een lanceercoaster. Rood was die zeker inderdaad. En inderdaad, die wordt gelanceerd. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dit is gemaakt. Dit heeft hij zelf in elkaar gezet, begreep ik. Leuke karretjes. Oh, we gaan er hoor. Wow, een dikke looping al. Dit is een heel leuk baantje als ik het zo zie. Oh, we halen het net. Grote looping. Heel groot. Oh, en nog een halve looping. We gaan overal doorheen. Dit ziet er echt heel gaaf uit al. Lekker soepel. Woehoe. Nou, dit gaat lekker. Dit is echt... Wow, we gaan echt veel over de kop, joh. Maar dat is Iron Man ook, hè. Die gaat natuurlijk ook... Wauw. Was dit hem? Zo dan. Wow. Misselijkmakende achtbaan nummer 385. En wauw, jongens. Compact. Je gaat even kijken over de kop. Dan kom je daarin terecht. Dan ga je door de looping heen. En dan gaan we nog een kurker trekken. Dan gaan we weer. Oh, wauw. Nou, dit is echt een heel compact achtbaantje. Maar het ziet er heel leuk uit. Echt gaaf gedaan. De Iron Man. Nou, de volgende achtbaan die we gaan doen is de... Ik zag hem net staan. Psycho Gravity. Klinkt heel erg spannend. Klinkt als een ruige achtbaan eigenlijk, als ik eerlijk ben. De Psycho Gravity, hè? En we zitten erin. Wat gaat er gebeuren? Een toetertje? Het plafond of een plafond? De vloer gaat naar beneden. Oh, spannend dit. Oh, dit is gaaf. Met de heuvels is er al mee gewerkt, zie ik. Dat vind ik al heel gaaf. Leuk gethematiseerd al tot nu toe. Ik weet nog niet hoe de rest van de achtbaan eruit ziet. Rotsen. Oh, wat gaaf. Wat apart dit. En wordt we gelanceerd? Ik weet niet. Het ziet er wel een soort van naar uit. Of wat zijn er blokremmen? Apart dit. Ik denk dat we niet hard worden afgeschoten. Maar dit ziet er wel heel stoer uit. Het is een dive coaster zo te zien. En ja. Een dive coaster ben ik altijd voor, wel voor thuis. Het is een leuke omgeving. Gewoon lekker met rotsen en zo. En we gaan onder de grond. We gaan daar nog een keer onder de grond. Het is weer een hele compacte kleine achtbaan. Dus het is eigenlijk alleen maar compacte achtbanen misschien wel in deze hele aflevering. Moet hierna nog één achtbaan. Dus ik mag nog niet oordelen natuurlijk. En deze achtbaan is ook... Waarom is het één kleur? Het is ook wel allemaal helemaal groen. Groen en zwart. Net als de layout is ook het karretje gewoon groen en zwart. En ja, dit vind ik altijd een heerlijk moment. Moet je kijken. Je maakt zo'n heerlijke brede bocht. En je weet, de afdaling komt. En staan we dan nog ook even stil aan het einde voordat we naar beneden gaan? Natuurlijk. Want dan gaan we zo die afdaling krijgen natuurlijk. Oh. Kijk dan, joh. Ja, dit gaat ook bij de Dive Coast in de Efteling natuurlijk. Oh. Dan krijgen we een halve looping. Oh, jeetje. Wat een heerlijk gevoel dit. Oh, dit is een heerlijke achtbaan. Dan krijgen we een stukje remmen. Lekker groot mee gespeeld met de bochten. Kleine af lanceren in plaats van remmen. Zo. Wauw. Wat een soepel baantje dit. En water. Woe. Oh jee. Over de kop nog heel langzaam. Yeah. En we gaan nog een keer ondergrond. Het is nog best wel een grote layout. Lekker vaartje. Oh, het einde is gaaf. Oh, dat is gaaf dit. Oh, dit is zeker een hele mooie afgewerkte coaster. Zeker, ik vond het begin al gaaf. Dat je zo echt die scherp, die grote, dikke bocht. Het ligt ook aan de baan, want die is ook lekker breed. Lekkere brede baan. Kijk eens hoe lekker soepel deze gaat. Hij is lekker, hij is toch wel een beetje compact op zich. En ja, deze achtbaan is op zich wel heerlijk te doen. Ik wil nog even het einde zien hoor. Of het begin bedoel ik, als het naar beneden gaat. Want het is echt een prachtig stuk. Kijk hoe stijl ook dit stuk, hè. Moet je kijken. Het is ongelooflijk. Komt de achtbaan aan? Moet je kijken, hè.
Zo. Dat hij ook die buiging kan maken is fantastisch. En op een gegeven moment laat hij hem los. Tikkie. Schitterend. Ja, dit is een hele mooie achtbaan. Zeker weten. De laatste achtbaan is de supercoaster. Maar dan met twee P's. Dus eigenlijk wel super... Nee, supercoaster. Supercoaster. Daar zitten we dan in de supercoaster. Het is een houten achtbaan. Met bomen eromheen. En wat gaan we doen? Wow, wat een vaart. Wat is dit? Wat? Er staat allemaal schuin. Wow. Wat is dit? Ik denk dat het verkeerde achtbaantype is ingevoerd tijdens het maken van deze attractie. Ik weet niet of dit een oude achtbaan had moeten zijn met een supercoaster, maar voor een eerste achtbaan zou ik het niet na kunnen doen, want hij was wel erg leuk. Jammer dat hij hier natuurlijk wat schuiner ging, misschien was het voor het special effect. Hier gaat hij nog schuiner, dan maakt hij een bocht. En op een gegeven moment gaat hij echt keihard hier. En hier lijkt het, moet je kijken, dit zijn gewoon elementen die je eigenlijk gebruikt voor een stalen achtbaan. Voor mij zit het gewoon standaard in het spel dit. Kijk, het ziet er ook, ja, dit kan niet, het ziet er echt heel onrealistisch uit. Je zit gewoon over de kop. En je komt eigenlijk keihard met je hoofd tegen al het hout aan. Dus ik denk dat dit beter in elkaar... Het ziet er wel mooi uit. Ik vind wel een plaatje met dat witte hout. Maar ja, als ik moet oordelen, dan komt dit niet bij de tweede baan. Ik kies de tweede baan als beste achtbaan. En ja, laat me weten in de comments wat jullie de beste achtbaan vonden van deze drie. Laat weten dus hieronder. En vergeet niet de video te liken en te abonneren kan in het midden van het scherm. Ik zie je volgende keer terug bij een nieuwe No Limits Coasters. Houdoe.